Hoe gaat het met de aquariumvereniging Betta Splendor? Nou, wij hebben in het verleden, dat praat ik over de jaren 80, hadden we 350 leden. Toen ik voorzitter werd, dat was een jaar of 16 geleden, waren er dus nog 100. Vorig jaar hadden we er dus nog 48. En dit jaar schieten we dus weer naar boven, gaan we naar de 55, 56. Dus dat betekent dat er een stijgende lijn zit in het aquariumwezen? Dat klopt. Wat voor bijzondere dingen zijn hier vandaag te bezien? Naast de tropische vissen, naast de aquaria, hebben we dus ook de kreeftjes, de slangen en de reptielen. Dus we hebben dus een compleet geheel van datgene wat wij dus in onze hobby uitoefenen. Ontsnapt er wel eens een slang? Dat gaat alleen via de tv eigenlijk. Dat hoor je dan af en toe. Maar bij mijn weten is er bij ons dan nooit een slang ontsnapt. Hebben jullie op het Sluitersveld een fantastisch depot? Is daar genoeg animo voor om dat in stand te houden? Daar is voldoende animo voor. We kunnen dus, omdat het dus een eigen depot is, kunnen we dus de zaak bij elkaar houden. Maar ons streven is om dus weer te gaan uitbreiden. In welk opzicht wil je uitbreiden? Gaat dat naar aanleiding van het aantal deelnemers wat je hebt, het aantal leden wat je hebt, of naar rato van het aantal dieren wat er ingebracht wordt? Nou, we gaan er vanuit. We hebben dus nu nog 4 of 5 aquaria in het natte gedeelte staan, zoals we dat dan noemen. Wij willen dat graag weer uitbreiden, maar daar hebben we dus meer activiteiten voor nodig. Dus we hebben dus ook meer leden nodig. Betekent wel dat je een hele actieve activiteitencommissie hebt. Dat hebben we zeker en daar ben ik ook heel trots op. En gelukkig met je aquarium- en terrariumvereniging Betta Splendor. Heel veel succes verder. Ja, dankjewel. U staat hier heel belangstellend naar de slangen te kijken. Wat hebt u met slangen? Nou, ik vind ze ontzettend leuk, maar ik zou er zelf niet één willen hebben hoor. Maar waarom niet? Nou, ja, het kost ontzettend veel tijd volgens mij en ruimte. En ik vind het ook denk ik te eng om ze aan te pakken. Maar ik vind ze wel leuk om te zien. Als je dan ziet hoe of die mensen daar achter de kraan met die slangen omgaan en ze gewoon in de hand nemen, dan is het toch niet eng? Nee, dat zou je zeggen, maar toch. Ik ben altijd bang dat er wat misgaat. Dus, Hebt u iets met aquarium of terrarium? Hebt u zelf iets thuis wat... Nee, helemaal niet, nee. Nee, ik ben hier eigenlijk gewoon omdat ik iemand begeleid die er wel interesse in had. Dus nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Maar het is ontzettend leuk om hier rond te lopen en al die dieren te zien. Dat absoluut, ja. Dat is het zeker, ja. Ja.